So here you have an autonomous shuttle for first and last mile. So the goal of this futuristic technology and revolutionary technology is provide a seamless and very attractive public transport system. So no driver brings a lot of flexibility in the operation, and the idea is to link the existing public transport infrastructure to the final destination people want to reach. So it means when you're getting out of your metro or your tram or bus, you can take this shuttle to bring you to the door of your office or the door of your home. We're testing them and validate them with local authorities, with the RDW notably, so we're sure that we put safe vehicles on the roads. But this technology can help reduce the number of injuries on the road. De toekomst zit hem ook vooral natuurlijk in het feit dat alles naar elektrisch toe gaat. Dus we zitten met elektromotoren, die zijn we nu aan het bouwen. We gaan zelfs al een stapje verder, we zijn er nu eentje autonoom aan het bouwen. En dat is voor het Interreg-programma, zoals op de bus vermeld staat. Ja, uiteindelijk gaan we daar naartoe. Het elektrisch, dat is niet meer tegen te houden. Het enige waar we nog mee bezig zijn, is de accu zodanig te verbeteren dat we de kilometrages gaan halen die de mensen graag willen. Voorlopig zie je nog dat autonoom eigenlijk gecombineerd wordt met het zelfsturen. Autonoom waar het veilig genoeg is. Autonoom laten rijden en daar waar het niet veilig genoeg is, denk bijvoorbeeld aan een heel druk centrum, dat je zelf nog steeds controle over het voertuig houdt. Daar is deze ook op ingericht, vandaar dat we het stuur er voorlopig in houden. Nou, dit idee is geboren omdat ik in gesprek met veel mensen, rondom mijn eigen situatie, eigenlijk achterkwam dat mensen een auto uitkiezen of hebben voor het feit dat ze die eigenlijk maar twee keer per jaar echt nodig hebben. En dat is met de zomervakantie of de wintersport. En toen dacht ik, ja, dat kan ook anders. Ja, waarom zou je de hele tijd met zoveel volume rondrijden terwijl je dat maar een paar keer per jaar nodig hebt? Dus toen heb ik eigenlijk een heel oud idee weer nieuw leven ingeblazen. En dat is eigenlijk de hutkoffer. We hebben de hutkoffer op een gegeven moment vastgelast aan de auto. En dat is een station wagon geworden. En nu gaan we die weer loskoppelen door te zeggen van ja, die bagage kan ook prima apart reizen. En daarmee kan je 80% of 90% van het gebruik heb je gewoon aan iets kleins voldoende. Maar die twee keer per jaar heb je iets groots nodig. Nou, en die kan je dan compleet flexibel van A naar B brengen. Goedemiddag, heer de Westerwelen van Breda University of Applied Sciences. En welkom bij de virtuele autosimulator. Dit is een project wat we in samenwerking met Rijkswaterstaat doen. En wij zijn vooral benieuwd naar die zelfrijdende auto, die is echt in opkomst. En zijn wij daar als weggebruiker wel klaar voor? Wat voor effect heeft dat nou als je daarin rijdt? Dus wij doen onderzoek, vooral om erachter te komen of het gedrag en de ervaring in een zelfrijdende auto anders zijn dan in een auto waarin je zelf stuurt. En dat is een project waar studenten aan werken. En dat is een hele mooie ervaring, omdat ze met de Rijkswaterstaat kunnen werken en met andere geïnteresseerden in dit project. En er zijn al een paar uitkomsten. Het project loopt nog wel tot februari. En wat ik al kan vertellen, is dat, dat we eigenlijk al meer klaar zijn voor de zelfrijdende auto dan ik had gedacht.